Als u kijkt naar de schrijnende verhalen van die 26 medewerkers in dat zwartboek, is nou uit die cultuur, uit die medewerkersmonitor, zijn die verhalen daar ook uitgekomen? Had u dat beeld al? De minister. Laat ik daar het volgende over zeggen. Dat zwartboek is door de politieleiding direct serieus opgepakt. Dat heeft u ook kunnen merken aan de reacties van de korpschef. Daar steun ik hem ten volle in. Ik denk echt dat een heel goed ding is dat binnen de politie op het punt van diversiteit, maar ook juist op het punt van cultuur en hoe ga je met elkaar om, een enorme openheid bestaat ook om dit gewoon en plein publiek als korpschef aan de orde te stellen dat hiermee aan de slag moet worden gegaan. En voor het overige heb ik al aangegeven, dat gebeurt via meerdere sporen. De heer Azaka. Ja, voorzitter, we stonden net bij u daar en we hadden afgesproken dat interruptie niet geldt als er geen antwoord komt. Nee, hebben we niet afgesproken. Ja, ik houd het wel in de gaten. Ik had dat met de collega's van de PVV, had ik dat afgesproken. Nee, maar ik had een hele eenvoudige vraag en de minister geeft een prima antwoord. Het lijkt vloeiend, maar het is geen antwoord op mijn vraag. Ik heb geen antwoord gekregen. Mijn vraag was heel simpel. 26 mensen met een andere afkomst hebben een zwartboek gepresenteerd. Ik stel er een vraag over. Hoe gaan we dat monitoren? Hoe gaan we dat met elkaar zo maken dat ook iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn in dat korps? Het antwoord van de minister schriftelijk is: wij gaan onder andere sturen door medewerkersmonitor. Lijkt mij prima instrument. En mijn vraag is heel simpel en ik herhaal hem nog een keer. Ja. Is nou uit die medewerkersmonitor eerder gebleken dat dit soort verhalen leven binnen het korps? De minister. Dit soort verhalen leven binnen het korps. Ik denk dat voldoende duidelijk is geworden uit het zwartboek dat er nog altijd in ieder geval vormen van discriminatie hiernaar in de politie zijn. En ook al is dat misschien in een heel geringe mate, ook daar moet je nog steeds in elke organisatie en ook in de politie opsturen. En de politie blijft dat doen.